twee, drie, vier, vijf. Plop. Zes. Splash. Cicero. Lipschitz. Plop. Zes. Splash. Cicero. Lipschitz. Plop. Zes. Van die klapkauwgom. Plop! Kom ik op een dag thuis. Goed, de ziekte inzoek naar een beetje begrip. Ligt hij op de bank, pilsie in zijn hand en zijn bek vol kauwgom. Van die klapkauwgom. Plop! Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, nee. Als je dat nog één keer doet. En wat zegt hij? Plop. Dus ik pak het geweer van de schoorsteenmantel en ik los twee waarschuwingsschoten. Dwars door zijn kop! Hij vroeg er zelf om, hij vroeg er zelf om. Zijn eigen stomme schulden, oeh. Als je gepaaid wordt en zo genaaid wordt, wees eerlijk, jij zou hetzelfde doen. Ik ontmoet Ezekiel, een jongen uit Salt Lake City, zo'n jaar of twee geleden. Hij was nog vrij zijn en was meteen waar, dus we gingen samen wonen. Hij ging 's ochtends naar zijn werk, kwam 's avonds laat thuis. Ik miste een cocktail, samen wat eten. Oh, het was een paradijs in een tweekamerflat. Tot ik hem doorkreeg. Vrij zei hij, vrij me reet. En niet alleen was hij getrouwd, 6 vrouwen had hij. Het was zo'n mormoon, weet je wel. Dus die avond komt hij thuis en ik mix weer een cocktail. Komt hard aan hoor. Raad nog even aan de rocks. Ha! Hij vroeg er zelf om. Plop, zet hij flesje aan. Cicero Lipschitz. Je hebt het net plop, zet flesje aan. Cicero Lipschitz. Als je gepaaid wordt, plop, en zo genaaid wordt, zet, is dat geen misdaad, flesje aan. Cicero Lipschitz. Nou, ik sta dus kip te snijden in de keuken. Niks aan de hand. Kom een man Wilbur thuis met zijn jaloerse kop. Jij nijdt een melkboer, riep hij. Hij was helemaal door het dolle heen. En hij bleef maar schreeuwen. Jij naait een melkboer! En toen liep hij zomaar in mijn mes. Hij liep zomaar in mijn mes. 10 keer! Als jij gezien was, die vent wat flink had. Wees eerlijk, jij zou hetzelfde doen. Met kaartjekken niet. Als goed, joh. Oh ja, hier is Lakemmer's kattenwagenjet. De nemigas zijn hard het lang van joke. En toen om met mondje aan de stem hoog heel tette. Probeer te brengen door te kijken, maar juist niet de nemmer tette ik mek. Ja, maar heb je het gedaan dan? Unschoolweek. Mijn zuster Veronica en ik hadden een variété-act. En mijn man Charlie ging overal mee naartoe. Onze uitsmijter was een nummer. Met 20 acrobatische toeren op een rij. 1, 2, 3, 4, 5, split, spagaat, salto, flik, vlak. En allemaal achter elkaar. Afijn, op een avond zitten we met z'n drieën in Hotel Cicero. Gezellig aan het borrelen in de hotelkamer. En zijn opeens door onze ijsblokjes heen. Dus ik ga nieuwe halen. Ik kom terug. Ik doe de deur open. En ik zie Veronica en Charlie druk bezig met nummer 17, de spreidstand. Zo'n schok. Ik kreeg ter plekke een blackout. Ik kan me er niets meer van herinneren. Pas toen ik het bloed van mijn handen stond te wassen, besefte ik dat ze dood waren. Hij vroeg er zelf om. Zij vroeg er zelf om. Er komt een eind aan jouw geduld. Als ik het gedaan had, wat niet zo is, schat, was het verdomme zijn eigen schuld. Hij vroeg er zelf om. Zoals ik
ik nog nooit van iemand heb gehouden. Het was een hele artistieke vent. Gevoelig ook. Ja, een schilder. Maar er was één probleem. Hij was altijd op zoek naar zichzelf. Elke avond ging hij uit. Op zoek naar zichzelf. En dan vond hij Ruth, Gladys, Rosemary en Henk. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij een artistiek meningsverschil hadden. Hij genoot van zijn leven en ik van zijn dood. Wat moet je dan, 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 dan? Nummer 17, de spreidzand. Artistiek meningsverschil.